Hij weer vandaag bij die Thuisrivierstatie in Karoogeheers. Die laatste van die bekende oud-stoomlocomotieven is finaal aan dienstonttrek in West-Kaapland. Die laatste afscheidsfluiten heeft vanmorgen over de rangierwerf van Thuisrivier weer galm. Hiermee is die stoomtijdperk wat 108 jaar in West-Kaapland geduurd heeft, ten einde gelopen. De afscheidsrit van zowat 5 kilometer is vanochtend vanaf Thuisrivierstatie tot bij die stoomlocomotief begraafplaats ondernemen. Een 45 jaar oude Duits vervaardigde klas 15F locomotief heeft drie volgeleide passagierswagens en een conducteurswa op die geschiedkundige tocht naast die laatste rustplek getrekt. De eerste stoomlocomotieve wat op die traject tussen Woester en die Kulp in gebruik was, was die Kaapse eerste klasse. Hierdie treinen kon een topsnelheid van 20 mijl per uur halen. 67 van die laatste stoomlocomotieven in West-Kaapland is thans op Thuisrivier en hiervan zal 58 afgetakeld worden. Die laatste 9 bruikbares zal naar Germiston, Kriersdorp en Kimberley gestuurd worden voor verdere dienst. Die stoomlocomotieven is reeds door meer dan 2000 elektrische locomotieven vervangen. Economische maatregelen heeft gemaakt dat West-Kaapland zijn laatste stoomdepot finaal moest sluiten. En ons zal je die prachtige oude oesterperen nog lang onthouden.